Rick, kunnen we voor eeuwig vrienden zijn? Ja, vrienden voor altijd. Vrienden voor altijd. Vrienden voor altijd. Geef me een knuffel, jij gekke buffel. Hoi, hoi, hoi. Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe XXL gameplay van mijn favoriete game, Dishonored. En dan denk je, Rick, jij zegt wel vaker dat een game jouw favoriete game is. Nou, dat is waar, maar dan geef ik jullie nu gewoon live op camera mijn top 3 games. En dan hebben we het er nooit meer over dat een game mijn favoriete game is of niet. Mijn favoriete game in de hele wereldwijde wereld is Dishonored. Op nummer 2, The Binding of Isaac en op nummer 3, Far Cry 3. Dus als ik ooit nog een keer zeg, dit is mijn favoriete game, bullshit. Bullshit. Eens even kijken. In principe, ik kan moeilijk even heel snel de hele game voor jullie uit gaan leggen, maar als je onthoudt dat ik ben Corvo en iedereen wil me dood hebben, dan heb je al een flink deel van de game te pakken, kan ik je vertellen. Iedereen wil mij dood hebben en ik wil mezelf niet dood hebben. Ik wil mijn onschuld bewijzen, want iedereen denkt dat ik de prinses vermoord heb. Kut, dat was niet de bedoeling. Ik wou dat touw pakken. Hallo? Nou, dat viel tegen. Ik dacht, hey, maak even dat sprongetje. Ik kan ook gewoon hier kijken. Misschien is hier wat te doen. Je moet dus zo sneaky mogelijk door het hele level heen. En dat gaan wij dus even lekker proberen. Maar voor mij zijn hier allemaal lichten en die gaan mij spotten ofzo. Ik weet niet, die gaan wel gewoon een beetje zwemmen. En we kijken wel waar we uitkomen. Ziet er niet echt heel fris uit het water hier? Nee, ik heb frisse water gezien in mijn leven. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om de hele video te zwemmen. Dit is helemaal niet handig. Je hoort wat mensen praten hier en daar. Beetje praten over mij. Beetje haten over mij. Haters zijn praters, jongens. Onthoud dat. Kan ik hieruit? Dat zou wel fijn zijn. Lekker de helft van het level skippen. Nee, dat kan niet. Nou, dan ga ik wel terug naar mijn checkpoint van net. Schiet lekker op. In ieder geval, iedereen wil mij dood hebben. Ik heb maar één missie in dit level. En dat is vind de Royal Physician. Oftewel, dat is een hele slimme natuurkundige man. Die moeten wij vinden. Ik ga wel niet gewoon met de touw, want ik ben de controles weer een klein beetje kwijt. Ik moet dus momenteel naar de drawbridge spotlights. Ik moet daar de lampen uitzetten, zodat ik weer opgehaald kan worden. Want er zijn allemaal lampen en dan kan de bootvaarder Samuel, die kan niet zomaar eventjes binnenkomen, YOLO. In principe kun je het helemaal stealth doen, oftewel probeer niet gezien te worden, maar je kan het ook niet doen. Ik ga even voordoen hoe je stealth. Hop, jij stikt, ik pak hier even je lichaampje beet en die gooi ik hier neer. Het spel heeft namelijk twee eindes, als je minder dan x aantal kills maakt, krijg je... What the fuck doe jij? What the fuck? Hoe wist jullie dat ik dat deed? Nou, hier, slaap lekker, schat. Nou, ik wil eventjes proberen, begin nog een beetje stealth te doen, weet je, later al vanwege de video ga ik toch wel all rage, maar... Ik wou voor het begin even demonstreren hoe stealth werkt. Ik ben gigantisch slecht in stealth, dat is een algemeen bekend iets, maar ik dacht, ik demonstreer even hoe het werkt. We hebben daar meneer de bewaker, en die bewaakt dingen, maar niet voor lang, want ik maak hem straks dood. Oké, ik liep sowieso niet stealth, dus hij hoorde me toen ik achter hem liep. Dat is niet erg. De vraag is een beetje, waar is zijn keerpunt? Want hij loopt natuurlijk en op een gegeven moment draait hij zich om. Als hij omkeert, dat duurt nooit goed. Even kijken. La 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 la. Je stinkt! En dan pakken we zijn lichaampje. Zijn gekke lichaampje. En dan lopen we gewoon rustig hierheen. En dan dumpen we zijn lichaam. Maar je kan dus ook doodslaan. Ik had ook een mes in zijn keel kunnen steken. Maar dan maak je een kill en dan kom je steeds dichter bij het slechte einde. Er zijn ook hoofdpersonen in dit level. Zijn dus bijvoorbeeld in één level, dan moet je bijvoorbeeld de nieuwe leider van de stad, de emperor, die kun je doodmaken, maar dan kost dat je wel een kill. Dus en waarschijnlijk omdat het een hoofdpersoon is in het spel, zelfs 5 of zo. Dus net zo ergens 5 mensen doodmaken. Maar je kan hem ook brandmerken. En dan wordt hij verstoten omdat hij een of ander brandmerk heeft. En volgens hun geloof hier mag hij dan geen leider meer zijn. Zoiets. Ja, dat kun je ook doen. Dat is moeilijk, alleen dat is dus voor het goede einde. En dat, ja, momenteel kloot ik gewoon een beetje aan. Ik wil gewoon in 1 uur eventjes een missie doen en een beetje laten zien hoe de game werkt. Het grootste idee is gewoon, je hebt echt 100 manieren om van A naar B te komen. Kijk, je hebt die man daar. Ik zal even demonstreren wat je onder andere kan doen. Hij staat daar lekker te chillen, maar, moet je zien. Als het goed is, werkt dit. Dat ding hoort te kunnen vallen, ja dat ja. Radio op je hoofd. Nou, dat was even iets wat ik... Ik wil gewoon laten zien dat die radio kon vallen. Dat is een soort van een radio ding, ja. In ieder geval, ik ga even verder. Ik ga proberen in het begin nog een beetje stealth te doen. Want ik denk dat dat wel leuk is. Aangezien ik deze game altijd high chaos speel. Kan ik hier omhoog? Nee. Die man kan ik pakken. Dat is geen die man is geen probleem. Alleen de andere man is een beetje een probleem. Eerst ga ik even de possession skill kopen. Komt-ie. Power possession. Met possession 1 heb ik zojuist gekocht voor 3 runes. Ik zou eens even laten zien. Ik pak even mijn hartje erbij. Ik moet natuurlijk een heleboel dingen uitleggen. Ik speel deze game al heel veel uren, dus ik weet het hier en daar wel wat. Kijk, ik pak het hartje en dan zie je daar een rune.
En die rune. Oh, wat, kijk, dit is wel mooi. Dit komt wel goed uit, denk ik. Zit die man. Als die man eventjes dat lekker. Oh, hij gaat plassen! Hij plast! Hier komt hij. Niet meer plassen, jij. Nou, dat is één iemand minder. Dan lopen we even naar zijn lichaampje toe. En dan, ja, ik weet je, het ligt in principe best wel uit beeld. Dat is goed. Ik leg het even iets meer hier. Ik kan het ook in de prullenbak dumpen hier. Ga jij maar lekker in de prullenbak plassen. Er liggen nog wat spulletjes in. In principe heb je twee doelen. Sneak overal langs. In principe hoef je dus niet mensen per se bewusteloos te maken. Maar dat is een manier om het te doen. Oh, dat is niet zo slim. Daar is één man. Ik kan een slaappijl gebruiken, maar dat kost je dus weer een slaappijl. Dat gaat snel met je slaappijl. Want ik heb er maar 10 meegenomen voor dit level. Ik had eigenlijk even moeten opslaan. Achter mij heeft iemand al gespot volgens mij. Dat is een beetje het probleem. Dan ga jij een slaappijl, dan maak je tenminste niet dood. Niet het alarm aanzetten, niet het alarm aanzetten! Ik zei niet het alarm! Hier, alarm uit. Doei. Was een grapje, jongen, dat alarm. Nee, dat was ik niet. Waarom zou ik het alarm aanzetten? Goeie vraag, goeie vraag. Nou, het probleem is, als het alarm nu wel af is gegaan en mensen hebben het gehoord, dan zien ze in één keer allemaal slapende mensen liggen. Dat wil je natuurlijk niet, dus ik wil deze even meenemen. Ik heb in ieder geval nog geen kill gemaakt. Als je echt een baasje bent, dan zorg je ervoor dat je helemaal niet gevonden wordt. Ik ben wel gevonden, maar de schade is beperkt gebleven voor nu. Weet je in principe dus wat doen? Je wilt door het level heen, maar je wil ook een beetje kijken voor die runestone. Zie je die daar? En die bone charm die geeft weer bepaalde abilities. Zoals ik heb dus zojuist de ability gekocht dat ik mensen kan besturen. Dat is best wel iets wat je kan helpen in de game. Dus die runes, als je die vindt, kun je bepaalde powers kopen die de game wat makkelijker maken voor je. Ik heb bijvoorbeeld ook deze power. Oh god, hij heeft me gezien. Hier, wacht. Neem jouw lichaam over. Wat de? Waarom werkt het niet? Hier, incendiary bolt. Oh, dat was niet een incendiary bolt. Dit is niet de bedoeling! Ik ben een educatieve YouTube video aan het maken, guards! Nou, fuck it. Weet je, ik heb zojuist de volledige fuck it mode. Het boeit me ook geen flikker meer wat er gebeurt. Ik sla wel lekker op. Fuck stealth. Fuck it. Het is een stealth gamer. Waarom zou je gaan stealthen? Ik ben Rick van Serpent Gameplay. Ik mag dit soort dingen doen. Laten we even kijken wat hier te doen is. Oh, heel weinig eigenlijk. Ik wou hierheen. Oh, dan kun je alleen langs die guards hier. Oké, ja. Er zijn dus echt routes die je kan nemen. Waardoor je gewoon echt geen enkele guard hoeft te confronteren. Voor de eerste helft van het level. Oh, dit wil ik niet. Ik wil niet in het water vallen. Ik wil hier wel op. Ja. Kijk, dat kun je zo doen. Loop je zo langs al die guards. Ze zien je niet eens. Dat is één van de manieren dus om door het level heen te komen. En ja, dat ga ik wel merken door de video heen. Er zijn zoveel manieren waarop je het level kan halen. En er zijn zoveel manieren waar ik niet voor kies. Die misschien wel veel beter waren. Nou, ik val even lekker naar beneden. Die liggen vaak wel wat spulletjes in dit soort huisjes. Ik vind wat kogels. Nou, als je stealth bent, heb je die kogels nooit nodig. Maar ja, dus ik heb zojuist alweer besloten dat ik niet stealth ben. Dus dat scheelt. We zullen naar binnen moeten. Kunnen we even door het sleutelgat kijken of er nog iemand binnen is. Nou, hij ziet er wel rustig uit. Ik kijk nooit zo uitgebreid hoor. Het enige probleem is, ik ben al door de helft van mijn slaappijlen heen. En die zijn juist hartstikke belangrijk. Tenminste, als je stealth wilt. Wat is dat? Er staat allemaal lekker bloed aan mijn zwaard, dat zie je ook al. Ik kom net het level binnen rollen en ik heb al een lekker bebloed zwaardje. Wat zei die? Wat zei je over mijn zus? Ik ga even dit aanzetten. Nu zie je dus alle mensen opgelicht, zou ik zeggen. Hij ziet lichtjes geven. Daar zit een man, die kan ik wel pakken. Maar heb je een sleutel voor nodig? En dat is bijvoorbeeld weer... hierboven zal misschien iemand zijn die sleutel bij zich heeft. Moeten we daar weer achteraan? Wat is dit voor ding? Wat is dit voor rare machine? Daar zijn wat lampen. Wat is dit allemaal? Ik heb in ieder geval de sleutel gevonden die we zochten. Zie je, een beetje rondkloten en dan vind je dat er wat geld in. Hier vind ik een extra upgrade. Die kan ik dan kopen later in de game. Hier moet wat in. Oké, ik denk dat ik al weet wat ik ongeveer moet doen. Ik denk dat ik eerst hier moet energie in. In de game gebruik is namelijk een speciaal soort denkbeeldige energie, namelijk walvisolie. Alles in deze game werkt op walvisolie. Oftewel, eerst wat ik moet doen is eventjes zo'n vaatje walvisolie zien te hosselen. En wat is hier te doen dan? Ik heb geen idee. Ik kan goed neurieën. Wat doet dit? Dit doet iets. Oh, kijk eens aan. Wat doet dit? Er gaat daar een touw heen. Oké, heb ik nou net nodig. Oh, dan kan ik... Ik weet dat daar die olie ligt. Daar zo. Hoe kom ik daar? Ja, misschien met die crank. Alleen dan moet ik een sprong maken dus. Oké. Waarschijnlijk ga je dit fout, dus ik maak even heel gauw een checkpoint aan. Oh, ik heb hem. Dit is een wonder. Ik snap er zelf ook niks van. Ik heb hem. Nou, oké. En eventjes daarheen. Tadaa. En dan pakken we eventjes zo'n vaatje walvisolie. Ik denk dat ik gewoon naar beneden val. Ik hoop niet dat het vaatje walvisolie dan breekt. Nee. Stoppen we in de machine. En dan hebben wij opeens stroom. Kapauw. Nou, dan halen we denk ik deze over. Oh, dit is wel tof. Want waarschijnlijk heb je nu die bak.
En ik gok, als we nou zelf in die bak gaan zitten, dan kunnen we een heel groot deel van het level stelven. Dit hoeft dus niet per se. We hadden ook gewoon de sleutel kunnen pakken en naar beneden kunnen gaan. Maar dit is een optionele route. Van makkelijkheid. Lekker in mijn wachie. Pompen, pompen, pompen. Mooi voorbeeld van hoe je de game dus op meerdere manieren kan spelen. Nou zijn we aan de overkant. Te stil aan de overkant. In principe wil ik wel zoveel mogelijk gebieden verkennen. Daar is de man, die kan ik wel pakken. De vraag is, staan er ook nog mannen onder waar ik ben? Want anders, die man kan ik in principe pakken. Ik ga even deze power gebruiken. Er staat niks onder me, oké. Dus deze man is redelijk in zijn eentje. Oké, dan is het tof. Dat moest ik even weten. Dan gaan we proberen te sneaken, deze man. Zijn laatste uurtje heeft geslagen, denk ik dan, hè? Hop. Oh nee, ze hebben me wel gezien. Er stond iemand achter me. Ik zei nog zo, staat er iemand achter me? Nee. Nou, oké, dan pak ik hem. Er stond wel iemand achter me. Nou, oké, dan moeten we even kijken waar die man vandaan komt. Dat is handig. Ik maak gewoon onder een paar seconden een... Oh, daar is hij opeens. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Als ik die slaappijl, zou die dat dan doorhebben? In principe zou het moeten kunnen, deze situatie. Je kan ook hem slaappijlen. Kijk, laat ik hem ook gewoon weg laten lopen. Dat kan natuurlijk ook. Ridiculous. Oh, daar loopt er nog één. Daar begint het een beetje druk te worden, hoor. Ik kan redelijk wat drukte aan, maar dit zijn wel een flink aantal gezellige mannen. Wie praat er dan zo? Dit is dan zo raar te praten dan allemaal. Ik heb geen poep van je nodig. Nou, ik ook niet van jou. Kom maar even goed uit. Even kijken. Daar staat er eentje. Die gaat lekker die kant op. Kijk even lekker aan de andere kant op. Ik kan hem pakken, alleen dan... Oh, die kan ik wel pakken, ja. Maar dan heb ik een pijltje nodig. En dan onder me staat niemand momenteel. Je ziet ook zijn gezichtsveld heel mooi aangegeven. Zie je dat? En hij loopt weg. Oké, kijk. Dit is... Oh, daar is er nog eentje, joh. Hier komt die. Eén dode man. Twee dode mannen. En in principe liggen ze ook meteen heel mooi. Kijk, je kan ze nog looten voor hun spulletjes. Wat kogeltjes hier en daar. Die hebben ze wel bij zich natuurlijk. Hartstikke leuk. En waar is die andere een? Waar is die een? Zit er nou een lijk in de bosjes? Heb ik hem daarheen gegooid? Ik wil even weten wat er beneden is. Kun je ook gewoon even doen. Ik zie opeens een lijk in de bosjes liggen. Misschien is dat wel iets interessants. Ga je er even heen. Kijk eens aan. Een lichaampje. Met 25 muntjes. Dit is een weeper. Dat zijn mensen die geïnfecteerd zijn met de pest. Een soort van pest. En ik denk dat misschien als je die in het water gooit, je zelf wat dichter bij het goede einde komt. Want de pest mag natuurlijk niet verspreiden, hè. Of Dunwall. Curfew is trouwens een avondklok, oftewel na zo laat moet iedereen binnen zijn. Oh, hier ligt nog een granaatje, had ik haast gewoon gemist. Nee, dat granaatje, dat is wel welkom. Even kijken, wat voor bewakers hebben allemaal nog op straat? Er liepen er net heel veel rond hier. Ik loop gewoon heel rustig een beetje naar... Oh, hey, wat is dat? Dat is niet goed. Dat is niet goed. Slaap lekker. Ik moet echt minder slaappijlen gebruiken. Hier, ga maar dood. Het scheelt dat ik momenteel totaal niet bezig ben met het goede einde. Ik ben vooral bezig met het een beetje naar mijn zin hebben. En dat heb ik wel hoor. Girls just wanna have fun. Dat is een beetje motto bij mij. Dit is trouwens die deur. Die ene deur waar we ook heen hadden kunnen gaan. Ik open hem gewoon alsnog. Weet je, die sleutel die gaat niet weg of zo. Zo werken sleutels niet. In sommige videogames wel. Dat zijn sleutels voor eenmalig gebruik. Nou, oké. Okay, kan. Een beetje raar, maar... Oké, okay, daar 15 meter bij mij vandaan is een rune. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, want dan kun je dus meer abilities mee kopen. Nou, is de vraag, hoe komen we daar? Nou, dit ziet er wel goed uit. Dat is een veelbelovende weg. Voor het geval dat ik weer in het water flikker, heb ik alvast maar eventjes dat gedaan. Oké, okay, ik heb hem. Ik heb hem. En dan moeten we daar denk ik omhoog. En dan vinden wij daar waarschijnlijk onze rune. Ja! Echt waar. Tada! Hallo daar! Ik heb je! En meestal zijn die dingen best moeilijk te vinden en soms niet. En dan kun je dit wegslaan en dan heb je zo'n... Hoppa! Tada! Geld voor mij! Geld voor mij! Het geld, geld voor mij! Dat klinkt best raar, maakt niet uit. Eens even kijken. Wat hebben we allemaal meer te doen? We moeten toch een keer naar binnen, dus waarschijnlijk moeten we gewoon die deur nemen. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk is het wel een leuke deur. Er schijnt hier ook nog ergens een bone charm te liggen. Waar ligt die dan zo? Oh, die liggen wel meer naar achter, dus... Daar komen we wel pittig, hè? Aha. Ik ga deze route nemen. Je had zo kunnen gaan, maar ik kan ook zo. Even kijken. Ik kan mezelf hierheen teleporteren, zo, met een blinky. Dat ziet er ongeveer zo uit. Het gaat wel heel erg hard worden, denk ik. Als ik mezelf naar die muur teleporteer, dan maak ik misschien een hele harde klap. Dat ja. Nee, niet omdraaien. Nou, weet je, soms wil ik eventjes proberen nog sneaky te pakken. Nee, voor deze kleine moeite, dan kan ik hem even resetten. Die mag natuurlijk ieder moment omdraaien. Dat is een beetje lullig. Je moet het gewoon niet weten, hè.
En hij loopt precies die kant op. Ja, dit is de situatie waarin ik ze kan pakken. Ik kan nu dit doen. Oh, damn it. Ja, ik kan mijn sneak niet aan. Oh, man. Nog één keertje. 3 keer is scheepsrecht. Recht. Als een scheep. Ik kan hem ook slaappeilen, waar ik nummer 3 van over heb. Beetje zonde. Hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan we dit aanpakken? Ik stel voor, ik kan hem slaappeilen en dan... Ja, ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt niet. Nou, waar ga jij heen nu? Je gaat weer daarheen? Ja, je gaat daar staan. Oké, toppie. Kijk, als ik nu op sneak ga, of ik hem dan wel kan pakken. Hé, ik sta achter je pik. Ik sta achter je pik. Nou, dan zullen we die andere man even een slaappijltje geven, want die komt natuurlijk onze kant op gelopen nu. Oh, hij loopt nog steeds weg. Oké, kijk. Dan gebruiken we deze power. Die zag je me net ook al een paar keer gebruiken zonder enig uitleg. Hoppa! Teleportatiepower. Heel handig, ja, voor dit soort situaties, wanneer je... Ik laat je stikken en ik teleporteer naar je vriend en die laat ik ook stikken. Als dat je strategie is, zoals die van mij net was, dan moet je dat zeker doen. Ik ga een beetje verder lopen. Ik loop wel een beetje hard. Ik loop een beetje te zelfverzekerd van, oh, dit gaat me wel lukken. Dus even kijken wat hier te doen is. Want ja, je wil natuurlijk wel zoveel mogelijk geld meenemen. Want dan kun je later weer upgrades kopen voor je wapens. Dus alles heel goed inspecteren is altijd een goed plan. En hier is een straat. Nou, we kunnen even opengooien. Kiekeboe. Oh nee, hier zijn geen mensen. Nee, die heb ik allemaal doodgemaakt hoor. Geen zorgen. Ik ga even naar onder. Want voor mij kan ik me herinneren dat daar een alternatieve route is. We kunnen ook even kijken waar die bone charm ook alweer is. Die is die kant op. 34 metertjes. Oké. Want hier is namelijk een ophaalbrug. Zie je dat ding daar? Die kan als goed is naar beneden. En dan creëer je dus een alternatieve route. En ik ben dol op alternatieve routes, dat moet je weten. Dus even kijken, wat zit hierin? Soms vind je ook nog extra slaappijlen hoor, dus geen zorgen dat ik ze bijna allemaal heb opgemaakt. Werkt het al? Gelukkig, ik hoef niet weer zo'n walvis olie tank te hosselen. En precies mooi aan de overkant ligt de bone charm. Komt dat er goed uit? Dat is niet eens een vraag, het is gewoon een soort van vraag, een retorische vraag, want ja, het komt er goed uit. Wat is nu het plan? Ik denk dat wij zelf hierop moeten staan en dan die lever over moeten halen. Oftewel, ik denk dat we teleportatie even gaan moeten gebruiken. Of ik kan de tijd vertragen. Die heb ik ook, alleen dit kost heel veel mana. Maar ik heb toch 10 mana dingen, dus ik vertraag de tijd. Ga erop staan. En ik vertraag de tijd niet meer. Oh, dat is een Weeper. Dat zijn dus mensen met de pest. In principe moet je die... Jordi had in principe de game 100% stealth gedaan. En die zei dus dat je die niet mocht doden. Wat best raar is, want die zei juist dat je die juist wel moet doden. Ik weet niet. Jordi had voor mij gedood, maar die zei, ja, dat maakt niet uit voor je completion, maar dat schijnt dus wel uit te maken. Nou, hier slaappijltje dan. Doen we het maar zo. Ik hoop maar gewoon dat ik in zijn kamer even wat leuke slaappijltjes kan vinden. Nou, we zijn in ieder geval in de kamer van de Weeper, de huilende man. En wat vinden we daar? De Bone Charm. Het gaat lekker met mij, hoor. En nog wat health elixir, dat is het rode spul. En nog blauwe spul, dat is mana. In principe, als je op middel mousebutton drukt, vertraagt de game trouwens ook. Als je dus heel snel tussen skills wil wisselen, dan kun je gewoon middel mousebutton doen. Zoals, pak nu even granaat. Ik gooi de granaat, ik neem iemands lichaam over. Daar kun je echt hele zieke combo's mee maken als je een beetje vaardig bent in de game. In principe maakt het de game niet zoveel uit waar ik heen ga als ik maar richting die drawbridge spotlight ga. Oftewel, die kant op. Oké, dat kan ik wel, denk ik. Ja, ik kan wel zo en dan een beetje zo teleporteren, dat kan ik wel. Ik dacht even dat ik iemand zag lopen, dat is niet de bedoeling. Ik zit in een boot. Bloot, bloot, bloot in een rubberboot. Dat is een nummer van de Gebroeders Coen trouwens. Ik dacht, die referentie gooien we erin. Die had ik op cd. Ik was zo'n groot fan. Eigenlijk was mijn broertje die cd. En voor mij was hij geen groot fan. Voor het geval je gigantisch geïnteresseerd bent in de Gebroeders Coen. Dat zijn die pikken van de toeter om een waterscooter. Daarmee toeter ik naar jou. Ja, die sukkels. Eens even kijken. Ik zie meteen mensen lopen. Dit gaat niet goed. En honden. Oh nee, ik haat honden. Niet persoonlijk, in echt leven ben ik dol op honden. In deze game is het best irritant. Dit is leuk. Pof. Gewoon even mijn environments gebruiken. Oh, zijn jullie dood? Oh, een hond. Woef! Auw! Dude! Ik snij je open als een hond. Oh, wacht, je bent ook een hond. Een wolfhond. Oké, cool. Jij weg. Ik flik hier gewoon als een stuk... Oh ja, dat je ook kan doen. Ik snee een kontje. Ik snee... Hoppa! Oh, sorry. Dat was niet de bedoeling. Hier, maar misschien een jump trickshot. Ik probeer hem al in het water te flikkeren. Alleen het lukt niet helemaal. Oh, daar is ook nog wat. Hier. Flik je daar wel in. Kapauw! Met een doffe knal flikkerde hij van de trap. Oh, ik gooi met honden. Ik gooi met honden iedere dag. Nou, we zijn nu in een nieuw gebied waar we dus een landingszone in zijn gegaan. En dan zijn dus ook nieuwe runes en bone charms te behalen hier. Hier is een rune op 16 metertjes. Wat tof.
We weten niet of er mensen in dit huis zijn. Dat zullen we over enkele seconden snel genoeg zien. Of we zetten eventjes onze oogkracht aan. Wat vinden we hier voor leuks? Oeh, een oorlogsmedaille. 100 muntjes waard. Dat is altijd goed. Ik ben dol op oorlog. Ik ben dol op medailles. Nou, 3 keer raden wat ik van oorlogsmedailles vind. Toppie. Eens even kijken. Dit ziet eruit als een kamer met wat spulletjes erin. Goed gezien, Rick. Is hier ook de locatie van onze rune of dat niet? Nee, dat is hierboven. Oké. Okay. Dat zie je dus ook. Dit hartje is trouwens gewoon puur om shit aan te geven. Hij zegt ook dingen als je erop klikt. Ja joh, jij zegt het. Hier, ik gebruik voor mijn mana aan, want ik heb toch al maximaal aantal potions. Hier, die kan open. Oh, die heb ik die sleutel voor gebruikt die ik eerder heb gevonden, weet je. Zo zit het allemaal nog een beetje met elkaar in verband. Soms is het dus wel handig om even dat oogje te gebruiken om te kijken welke items kan je allemaal precies oppakken. Want soms mis je gewoon items, dat is natuurlijk hartstikke zonde. Was het de bedoeling dat ik dit oog ging gebruiken? Voor mij heb ik de tijd namelijk ook vertraagd, dat was niet helemaal de bedoeling. Ah, whatever. Stop! Je drukt toch op End Dark Vision? Nou, whatever. Doosje met sigaretjes. Oh, een groot doosje trouwens. Dat was hele grote sigaretten. En dan heb je hier een kluis. Ja, verdomme. Dat zat eraan te komen. Daar zit die room natuurlijk in. Je kan in principe gewoon op internet uitzoeken wat de code is. Je kan ook zo gaan doen. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Nee, ik ga het niet echt doen. Ik zat eigenlijk te denken, ik kan hier even stop met opnemen en dan weer terugkomen. Even later, 899. En dan klik. Was dat best grappig geweest. En soms kun je nog schilderijen meenemen, dus best wel handig om even te controleren. Nou, die rune kunnen we dus niet meenemen. Of we moeten het hele huis, misschien kunnen we kunnen even gauw het huis doorzoeken en papiertjes kijken. Maar het huis hiernaast is waarschijnlijk ook al een rune te vinden. Dus dan gaan we even kijken of we daar wel naar binnen kunnen. Het boeit me nooit zo erg om als ik een rune mis. Ik probeer gewoon dat zoveel mogelijk runes te pakken. Oh, dat beschrikken man. What the? Please, sir. Let me pass. Bams. Je bent gek. Daarom weet je ook de Mad Survivor waarschijnlijk. Maar what the fuck? Nou, we hebben hier in ieder geval een shrine van de Outsider. Dat is een persoon. Daar komt hij weer. Daar komt hij altijd met je praten. Hey Corvo, alles chill. En eventually all bridges crumble down. Ja, is het goed met je? Ik heb gewoon je runestone gepakt. Moet je niet zo boos gaan doen. Wat staat hierop? Nee, hè? Nee, hè? Dat dacht ik al. Hier liggen dan wat lichamen te rotten. Hartstikke fijn. Hey, nog een briefje. Heb je ook nog combinaties? Of doe je daar niet aan? Hey, waarom heb je een matras hier hangen? Beetje rare man, dit. Nou, we kunnen in principe dus het huis... Ik heb misschien een journal waar ik wat in heb staan over de code. Ik wil weten, het zijn allemaal oude briefjes nog. Je kan, de code van die kluis staat waarschijnlijk ergens op een briefje geschreven. Of je moet een bepaald character helpen en die geef je dan de code. Wat kunnen we nog meer vinden in dit gebied? Want ik geef vooral om de runes. Ik geef niet zozeer heel veel om het geld dat ik vind. Money. Oh. Forel. Dat is een papiertje. Ik dacht even dat er vissen zijn. Er zijn ook hele gemene vissen en die bijten en shit. Dat wil je niet. We kunnen hier zo te zien wel omhoog. Dat is geen probleem. La 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 la. La 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 la. La la, rich man's world. Ik hoop niet dat iemand op me gaat plassen. Want die mannen die plassen ook wel eens in het water. Ja, dan plassen net eentje op je hoofd. En dan heb je een zure dag. Die kan ik wel uit, toch? Yes, ik ben vrij. Hé, kijk, dit ziet er goed uit. Briefje. Bla bla bla. Bla bla bla. Waarom krijg ik dat hart bij me? Oké. We moeten in ieder geval de toren beklimmen. Want de lampen moeten uit. Dat had ik in het begin van de video al gezegd. De lampen moeten uit. Ik zal even gaan opslaan. Want ik heb al een tijdje niet meer opgeslagen. Tadaa, ik heb nog 1 slaapie potion. Oh, dat zag er niet zo goed uit. Voor mij hebben ze me gezien. Gewoon een gokje. Gok van de dag. Zo. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Wat zou ik eens gebruiken? Wie ziet me dan? Oh, die man. Oké. Ja, natuurlijk bij het rat. Ik ga even een van deze mannen overnemen. Zijn lichaam. Ik wil je lichaam overnemen. Ik kan mezelf ook natuurlijk gewoon omhoog teleporteren. Het kan moeite schelen. Hoe de tijd vertragen en ze allemaal aan elkaar slaan. Wat is jouw favoriete manier van aanpak, kijker? Ik heb zelfs een manier van aanpak verzonnen in ieder geval. Ik wil een beetje laten zien wat voor toffe combinaties je kan maken met de items, hè. Dat moet je even begrijpen. Loop even de hoek om. Oh, hij is in zijn eentje. Zet er door. Wat is er aan de hand dan? Wacht, dit is goed. Dit is tof. Ik wou net zeggen, ik flikker die prul... Het had een klein beetje geschild en dan ging in één keer boom. En voor die mensen staat de tijd hier.
Ze denken dus dat iemand anders het is. Is toch awesome? Ik ben heel snel door in de prullenbak gekropen. Wacht, ik kan even kijken wat ze buiten aan het doen zijn. Ze hebben een hondje hier en daar. Oké. Okay. Ik was het! Haha! Oh, sorry. Ik ga even terug in mijn bak. Waar is hij nou? Zij gaat hij die bak openmaken, moet je zien. Pof! Grapje! Oh, wat je hoofd. Oh, het zit nog op je lichaam. Dat is jammer. Oh, dat was een boef. Dat was ook echt een tak. Een boef. Ze denken, oh, het zal vast wel die boef geweest zijn die die granaat gooide. Nope, ik was het. Fopje. Oké, daar is een grote lamp. Dat was niet goed. Ik kan me herinneren, ik heb deze missie namelijk eenmalig gespeeld. Dat ze inderdaad zo'n elektriciteitspaal hebben staan. Als je daar dichtbij komt, dan krijg je gewoon een doodschok. Brrm, instant kill. Daar wil je dus niet heen. Wat je eigenlijk wil doen is dat ding of inverteren, dat is fantastisch, dan keer je hem om. Oftewel, wat normaal ervoor zorgt dat... Oh, daar zijn er wat mensen. Die hebben hem waarschijnlijk gezien. Niet eens, oké, tof. Laten we dan even een lekker granaatje voor ze koken. Het is tijd voor een lekkere granaat. Het is tijd voor een lekkere granaat. Het is tijd voor een lekkere, een hele, hele lekkere, een hele, hele lekkere granaat. Hiep, hoi. Oh ja, mijn benen liggen eraf. Waarom doe je dat nou weer? Oh ja, nee! Waar kom je hier vandaan, joh? Stop er eens even mee. Nou, ik heb in ieder geval die paal uitgezet, zag je dat? Die paal wou net een doodschok op me afvuren en toen heb ik hem uitgezet. Wie zit er om me te schieten? Jij daar. Stop daar even mee. Zou heel fijn zijn. Gigantisch gewaardeerd. Oh, er komen nog meer mensen. Wacht, nou ga even wat nieuws doen. Laten we even wat nieuws uitvinden. Tijd even stilzetten. Heb ik even wat bedenktijd? Wacht, ik... Hey, stop daar even mee. Stop daar even mee. Ja, verdorie. Ik wou bedenktijd. Oh, bedenktijd. Oh, leuk. Even nadenken wat ik wil doen. Even de tijd stilzetten. Maar hij sloeg me. En ze stopte de tijd in één keer met stil zijn. Vond ik niet leuk. Dat is heel irritant. Je moet eigenlijk net voordat je dood gaat, moet je al gaan loaden. Want op het moment dat je dood bent, krijg je dit. Ik moet je weer helemaal zo doen. En dan kun je niet eventjes zo, bas boom. Nou, ik ben hier weer. Mijn tante uit Marokko, ja, die komt. Mijn tante uit Marokko, ja, die komt. Kijk, daar zit de inverter. Die willen we even hebben. We gaan even daar heel snel heen. Moet je zien. Dit wordt echt toppie. Dit wordt echt het tofste moment van allemaal. Ik hoop dat ik nog een inverter bij me heb. Een inverter is natuurlijk gewoon een omdraaier. Heel letterlijk. Hier. And band time. Ik ga nu gewoon heel vol zelfvertrouwen dicht bij deze machine staan. Ik heb hem omgekeerd. Deze machine is ingesteld die doodt boeven, maar niet de guards. Ik heb hem omgekeerd. En nu doodt die guards. Kom dan, guards. Kom. Nader mij. Hey, ik ben hier. Ja, wat, ik help wel even. Is dat er nog een alarm hier of zo? Laat die even afgaan. Oh, daar heb je een guard, die ziet me. Ja, toppie, hier zijn nog wat guards als het goed is. Ja, kijk, daar komen ze allemaal. Rennen, Rick! Verstop je achter de magische paal. Dit is zo slim van mij. Maar ik probeer dus deze XL gameplay eigenlijk even in een uur te laten zien op hoeveel verschillende awesome manieren je kan domineren. Je kan overal langs, maar je kan ook een eigen machine dus tegen ze gebruiken. Waar zit die gast? Die guard staat ver weg. Kom eens dichterbij, man. Hartstikke leuk hier. Ja, jij ook daar. Kom maar, is hartstikke leuk. Hij komt natuurlijk dichterbij, 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 dichterbij. En dan ben je opeens vlam B. Vlam A of vlam B? En dan komt er nog eentje. Komt hij nog dichterbij of niet? Hij staat echt helemaal daar in de verte waar ik nu mijn puntje op mik. Daar staat hij, ja. Dat is best ver weg, man. Hier ben ik. Hey, ga je een steen naar me gooien? Op! Beetje gemeen wat je nu doet. Ik geef hier naar binnen en dan vind ik kogels. Fantastisch. Zal hij dichterbij komen? Kom dichterbij dan. Kom dichterbij! Nee! Oeh, hij raakte me bijna ook nog met dat stuk steen. Oh. Zoek ik even een schot los, gewoon om te laten zien dat ik er nog ben. Hier ben ik. Oh, daar kwam iemand dichterbij. Interessant, interessant. Waar ben je dan? Iemand zit hier om het hoekje of zo. Oh, daar zit er nog eentje. Waarom komt... Hij weet van mij gewoon dat ik die paal heb beïnvloed. Ik gok dat het is. Oh, hij komt... Die komt langzaam dichterbij, hoor. Nou, het duurt een beetje lang, hè. Het duurt een beetje lang, ja. Daar hebben we het niet zo op bij Serpent Gameplay. Maar we zijn bij Banyam Town. Oh ja, dan moeten we gewoon blijven wachten. Dat is een goed idee. Ook hier wel een leuke voor je. Incendiary Bolt. Voor boeven zoals jij. Bats, en dan zetten we even de slow motion aan. Gewoon om te genieten van wat hier gebeurt eigenlijk. Voor de rest boeit het me vrij weinig. Ik heb hem in de fik gezet. Hij doet de Harlem Shake. De nieuwe dance moves worden uitgevonden hier. Voor de lol slaken we nog in elkaar. Krokant noemen we dat. Welkom bij de krokante krab. Hij is alleen geen krab. Ik weet niet of hier nog mensen binnen zijn. Dat zou best kunnen.
We zijn in ieder geval momenteel de toren aan het infiltreren. Nou, ik zal het alarm even uitzetten. Ik bespaar jullie de moeite. Zo. Voor mij zijn er nog wel meer alarmen hier en daar. Oh! Wat ben jij aan het doen? Wat was je plannetje? Ik denk dat hij nog wel meer vriendjes en vriendinnetjes hier in de buurt heeft. Maar ik ben hier even om te looten, mannen. Ik ben gewoon om te looten. Ik doe niemand wat kwaad. Ik wil gewoon even jullie spullen. Als dat er geen probleem is. Oeh, kijk. Gratis pistool. Gratis pistool. Hier heb ik nog flessen. Daar kun je natuurlijk een beetje mee afleiden qua geluid. Nou, dit ziet eruit alsof ik de lamp aan het uitschakelen ben. Een beetje een doffe knal. Maar dat maakt niet uit. Dat mag ook wel eens. Het idee is in principe, beklim de fucking toren en zet daar de lampen uit. Dus dat gaan we maar even doen dan, denk ik. Weer zo'n ding. Oh, die heb ik uitgezet zojuist. Goed gedaan, Rick. Goed gedaan. Ik ben trots op mezelf. Ja, ik ben trots op mezelf. Ik ben trots, want ik heb iets goed gedaan. Dum-dum-dum. Ja, ik ben trots op mezelf. Ik weet niet of er nog mensen boven zijn. Ik ga er vanuit van wel. Het is toch een wachttoren? Of heb ik alle wachters eruit gelokt met mijn charmes? Dat zou natuurlijk ook best kunnen, hè. Ik ga in ieder geval niet zeggen dat het per se vol zit met mensen. Nou, we zijn al redelijk hoog in de toren. Maar niet hoog genoeg, denk ik. Want ze hebben in ieder geval niet zo'n heel mooi ding neergehangen. Heel goed verstopt. Even opslaan ondertussen. Voor het geval ik weer bij die ketting naar beneden val. Jullie weten hoe ik daarmee ben. Oh, wat is het? Hey, planken. Ik haat planken. Ik haat planken. Oké, ik heb een baas. En lekker klimmen met die hap. Ja, lekker klimmen met die hap. Oké, ik ben hier. Ik ben een stukje hoger gekomen. Beetje bij beetje beklimt deze zeer vaardige aap de toren. Maar ja, dat is ook de reden eigenlijk. Want ik zei het misschien aan het begin van de video. Dit is mijn favoriete game. En dan kun je natuurlijk afvragen waarom. Ik vind het gewoon... Ik heb deze game nou 1 keer uitgespeeld. En 2 keer of 3 keer de eerste paar levels gespeeld. En iedere keer als ik ze speel, doe ik wel wat anders. Dan vind ik weer een persoon die dan steeds zegt... Hey, kun je me helpen? Er was bijvoorbeeld iets, was een vrouwtje die wilde dat ik een paar mensen ging vergiftigen door rattenorganen in hun drinken te stoppen ofzo. Heb ik dat gedaan? Volgende level kwam ik terug en toen waren al die mensen dood. Zei man, ja, al mijn mannen zijn dood. Kan jij misschien een klusje voor me klaren? Kreeg ik meteen een extra sidequest erbij. Ik heb geen idee, ik ben nog steeds aan het klimmen. Ja, dat had je misschien al door. Kan je deze ketting vastpakken? Ja. Oké, kijk, zo kom ik er wel. Misschien ook beter die chain hiernaast pakken, dat lijkt het mij in ieder geval op. Ja, die. Oh, dat werkt ook gewoon. Dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet zien aankomen. Dan zijn we bijna boven en dan zetten we gewoon die lamp uit. En ja, ik weet niet of ik in 1 keer in het water kan springen of het effectief is. Of ik dan dood ga. Waarschijnlijk dat tweede. Hey, daar is een dood iemand. Waarom ben je nou zo dood aan het doen dan niet boven, man? Wees gewoon gelukkig. Oh, niet zo dood doen. Wat, ik gooi me naar beneden. Oh, helemaal naar beneden. Hoorde je me vallen? Ik hoorde heel zacht. In principe, natuurkundig gezien, kunnen we berekenen... Hoe hoog de toren is, aanvankelijk van die man. Maar waar zet je die lamp uit? Oh, daar, serieus. Ik ben gigantisch hoog aan het klimmen. Oh, er is daar een rune. Nee, die ben ik al lang voorbij. Dat is die rune in die kluis. Oké, toppie. Ik ben helemaal over op de toppie van die drawbridge. En dan ga je me nu vertellen dat het helemaal niet nodig is. Oh, man. Ja, ik heb wel redelijk wat spullen gevonden. Ik heb natuurlijk die man daarboven net gevonden. Ik heb hem betrapt. Haast. En dan gaan we hier gewoon weer naar beneden, weet je. Dit is echt de sneak manier. Dan moet je gewoon die hele toren af. Wauw, en dan kom ik nou achter, hè. Oh, ja, had ik gewoon onderlangs... Oh, daar loopt iemand trouwens. Zie je dat? Dat is tof. Ik heb nog helemaal niet de drop assassination aan jullie laten zien. Ik voel me haast schuldig. De drop assassination is wanneer je zo... ...racked onder iemand staat en dan... ...pauw! Oh, kijk, hier kunnen de lampen uit trouwens. Ja, dan gaan ze natuurlijk nu weten dat ik hier ben. In principe kun je ook olietanks naar ze gooien. Dat heb ik natuurlijk ook nog niet laten zien in deze video. Maar ik wil eigenlijk even een drop assassination laten zien. Kijk, zie je dat? Die plaat daar... Die is gewoon gemaakt voor drop assassinations. Wie heeft me gezien? Oh, hij hoort wat. Oké, wacht. Zit hij nou recht onder me, die man? Even mijn oogje aanzetten. Oh, kijk. Hier, wacht. Even drop assassination. Ik weet alleen niet meer met welke knop het nou moet. Zo, ja. Nee, rechtermuisknop. Verdomme. Ik ben alleen op zijn hoofd gesprongen nu. Oh, nee. Dit is voor mijn drop assassination, man. Moet je niet aanzetten. Even weg hier, hoor. Even kijken wanneer die man langskomt. Ja, daar is hij. Hop! Drop assassination. Nou, wacht. Die andere man die heeft me nog niet gezien. Die gaat over enkele seconden het lijk van zijn BFF vinden. Loop met een mooie boog om hem heen. En stik erin! Letterlijk en figuurlijk. En weet je wat ik dan doe? Flikker ik je ook gewoon de plomp in, hoor. Dan heb ik ook geen respect meer voor je. Wee! Wat was dat? Oh, nee. Er ligt een lijk naast je.
gok van de dag. Oh, daar zit die lampen. Ja, je ziet heel handig precies hoe alles werkt. Ja, daar zit bijvoorbeeld wat walvisolie. Dat is 50 muntjes waard, als ik me niet vergis. Ik kan heel goed met deze visie. Die heb ik gekocht natuurlijk weer. Oh, kijk, een hendel. Dat is leuk. Wat doet dat? Oh, de brug gaat omhoog. Leuk, wat enig. Dat is leuk. Dat vind ik leuk. Ze zijn me nog steeds aan het zoeken. Oeh, dit gaan we tot de bodem uitzoeken. Nou, kan. Mag je van mij. Weet je, mij heb je er niet mee, ja, grap. Ik hoop even dat ik niet dood zou vallen, want ik heb al een tijdje niet opgeslagen. Even kijken, we gaan gewoon weer het magische oog. Nee, dat was niet de bedoeling. Het magische oog aanzetten. En dan zien we dat daar beneden nog wat boze mannen zijn. Is dat alarm aangezet? Oh, hey, deze man kan ik wel pakken. Wat, ik ga hem pakken. Nee, kut! Ik wil deze man fokken met mijn teleportatieskills. Ho! Het kutte was, ik zat op mijn verkeerde power, anders had ik heel tof kunnen doen. Ik wou dit gaan doen. Nee, kut! Kut. Ik wou het tof doen, jongens! Kijk, het handige is, dit trappetje is geen vierkant. Hè. Ik stond hier, ik wilde hem dan hier laten rennen, dan teleporteerde ik hierheen. Dan denkt hij, waar is hij nou? En dan pakte ik hem in zijn rug. Alleen als een vriendje erbij geroepen, vet flauw. Echt stelletje kinderachtige bewakers aan jullie, zeg. Nou, nee, ik teleporteer hem even naar beneden dan, denk ik. Oh, dat lukt even niet helemaal. Dat is zonde. Dan loop ik maar een stukje naar beneden hoor. Kan ik gewoon hebben. Ik heb ook gewoon perfecte voetjes. Ik ben al meerdere meidenbladen verschenen. En als je alleen foto's ziet van voeten met schoenen aan, dat zijn gewoon mijn voeten hoor. Oh nee! Dankjewel. Voor de waarschuwing, lamp. Dat is een gemene lamp, daar wil je niet heen. Kan ik het beste vanaf hier misschien gewoon even een beetje teleporteren. Ja, dan ben ik wel op veilige afstand. Oh, wat hoor ik? Ik hoor onaanspaande geluiden. Dat hoor ik. Ligt hier nog spullen? Ben je nou zitten? Nee, ik ben wel. Ik dacht even dat ik de verkeerde kant op bij de brug uitgekomen was. Ik weet bij het begin was. Dat is natuurlijk niet goed. Zullen we eventjes wat skill powers aanzetten? Oké, er liggen hier wat spullen beneden. Lijken? Voor mij zijn dat van die vieze planten. Dat zijn hele vieze planten en die schieten allemaal pus weg. Voor mij zijn dat ze. Ik moet even deze man pakken. Er zijn hier twee mensen. Voor de mensen die niet kunnen tellen. Ik ben namelijk heel goed in tellen. Nou, jij mag mijn laatste slaapje bolt. Maak je geen zorgen, joh. Dat is een grapje. Kom ik even naar jou toe. Weet je, in principe stelf ik nog zeker de helft van de mensen. Dat is dan best goed. Dus even kijken, hier wat bullets. Oh, die heb ik allemaal. Ik ben zo goed bezig. En een sleutel, dat is wel fijn. Een pier door key, kijk. Dat klinkt goed. Waar is de pier door? Dat zal hier wel zijn. Even kijken wat hier beneden te doen is. Ja, nee. Slecht idee. Dat is wat ik bedoelde met rare... Oh nee, vieze planten. Ik zet de tijd wel even stil. Kijk, kan ik nog wat met jullie doen? Volgens mij kon je ze doodmaken met een pijn omhoog of zo. Ik gooi dat explosief weer wel werken. Ik zet er eentje in de fik, joh. Ja, kijk. Kutbeesten. Oh, wow, stop. Stop, jongens. Zure mannetjes zijn het. Letterlijk en figuurlijk. Gaat nog, wil ik er langs ook. Even kijken, waar zitten ze nog steeds? Je zuur, nou, kogels werken ook wel, toch? Oké. Rust in de tent. Wat een kut dingen, zeg. Wat een vieze beesten. Hartstikke vies. Ah, jakkie. Iemand is met me aan het klooien. Oh, dat is niet mooi. Dat is nooit goed, hè? Nou, we gaan even lekker naar boven. We moeten nu in principe het huisje van Sokolov in. En dan zijn we redelijk bij het einde van het level. Ik even kijken wat die boven is. Want er zat voor mij wel een mannetje daarin. Stop even met het geluiden maken, WhatsApp. Ik weet dat ik populair ben en shit, maar... Doe even niet zo stoer mee. Oh, hey. Boeven! Ah! Boeven! Hij zei het ook al. Oh, mijn anus. Dat is sorry. Sorry voor je anus, man. In het algemeen respecteer ik anussen, maar vandaag niet. Kijk. Allemaal geld. Ik ben dol op geld. Pauw! Vuurtje! Yeah! Oké, nou, dat was een teleurstellend huis voor de rest. Zijn er nog meer huizen die ik even kan checken? Nee, hè? Nou, dan moeten we maar naar het huis van die goede oude Sokolov, de wetenschapper. Waar in principe het hele spel level on draait. Alleen daar ben ik nog niet eens in 40 minuten, omdat ik gewoon lekker aan het verkennen ben. En dingen doodmaken. Vergeet niet het lekker dingen doodmaken. Niks in die prullenbak, dat is zonde. Nou.
We gaan even kijken of we nog wat kunnen doen bij Sokolov thuis. Of er nog wat leuks te doen is. Nou, hey Sokolov, zou het erg voor dus even binnenkomen en ontvoer? Nou, niet erg hoor. Ik ben dol op ontvoerd worden. Als ik in principe nu het level normaal had, dan zou ik dus echt een sprintje moeten trekken. Oftewel, of gewoon door iedereen gespot worden en doodgaan. Of eigenlijk iedereen dood maken met mijn super awesome magic powers. En kijk, ik begin gewoon al bij een rune. Soms maak je het wel erg makkelijk. Waar is Sokolov? Oh, ik ben er nog niet eens, joh. Ik ben er nog niet eens. Oké, dit wordt sowieso een drop assassination. Die vind ik leuk. Dat geeft me altijd een goed gevoel. Ze vangen is mijn opdracht. Ze trainen is mijn doel. Het is nu echt de hoogste tijd om te laten zien dat ik klaar ben voor drop assassinations. En ik tel tot 10. Ga je gewoon onderstaan. Waar is hij nou? Waar is hij nou? Waar is hij nou? Die gekke jongen onder de brug. Hij is weg. Dat heb je pech. Ik ga gewoon een andere route nemen als jullie zo gaan doen. Is dat wat ik denk dat het zijn? Kutzooi. Kutbeesten. Hier, daarom is hij dood ook. Hé, hey, ik wil zeggen, stop de tijd eens even, hammer time. Oh, 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 oh. Kun je ook gewoon kapot slaan, is dat mogelijk? Oh, dat kan gewoon. Wauw. En voor mij zit er zelfs... Ik hoor ze nog, maar wat zit er voor item in? Loot, er zit gewoon geld in. Oké, okay. Top. Dus in principe zijn die dingen er best wel tof. Je kan er best wel wat mee. Tenminste, geld in. Ik hoorde alleen nog een paar leven, dat vind ik minder leuk. Wat een kutbeesten zijn dat zeg. Daar ben ik er niet goed van. Nou, lekker ratje aan het spit. Nog zo'n vies dood beest. En wat een jakkie mannetjes. De jakkie mannetjes, wat is dit voor leuks? Blood from the eyes. Oh, natuurlijk. En je hebt je shirt laten liggen. Wat een lelijk shirt trouwens. Daar zou ik nog niet dood in gevonden willen worden. Het zou grappig zijn als er een dode man lag met dit shirt aan. Nu is de grap gewoon kut. Ik stel voor dat we eens de kracht van Anubis gebruiken. Geen idee wat Anubis hiermee te maken heeft, maar dat is hartstikke tof natuurlijk. Ik heb alleen jammer genoeg geen Windblast gekocht, ook een hele coole power. En dan ik heb alleen voor en achter mensen teleporteren, nou dat is lame. Oh, daar is iemand. Wat de? Dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Nou, oké. Okay. Super sterke man. Zo sterk ben je nou ook weer niet. Heeft hij nog vriendjes geroepen of? Want ik hoor in één keer spannende muziek en dan komen vaak wel de vriendjes. Ik heb een fles. Blijf weg! Ik heb een fles! Ik heb een mes! En een zwaard! En je bent slecht behaard. Hij heeft het net geschoren denk ik. Nou, hier zie je een hele grote muur. En dan denk je, ja dat is niet leuk. Nou, hoe gaan we daar langs? Twee manieren, we kunnen natuurlijk de stroom uitschakelen. Nou, dit ziet er gevaarlijk uit om er doorheen te lopen. Dus het lijkt me wel heel noodzakelijk om hier de blink power gekocht te hebben. Zoiets dan. Tadaa. Nou, dan kunnen we hem ook inverteren natuurlijk. Dat vind ik veel leuker. Daar heb ik er nog 7 van in mijn pakket zitten, joh. Hebben we nog leuke items hier liggen voor de rest? Een bone charmpje binnen. Nou, dat is alles. Oké. Okay. Zou ik er doorheen kunnen rennen? Je kan, oh, dit zijn meerdere manieren om hierheen te komen. Dat, gewoon dit ding op zich al is leuk. Dan denk je, waarom dan? Nou, je kan ook de tijd vertragen en er doorheen. Dat zijn de twee manieren. Je kan teleporteren er doorheen. Of tijd vertragen en er doorheen. Dat nu voor de andere manier gaan. Ik kan ook in een ratje veranderen misschien. Tadaa. Gewoon even demonstreren hoe leuk deze game wel eens is. Soms. In het algemeen. Ik vind het echt een toffe game. Laatst was die 15 euro of zo bij de Intertoys. Heb ik echt voor de PlayStation 3. Heb ik echt zoiets van ja, dit moet je gewoon halen. Dat heb ik ook nog getweet volgens mij. Van jongens, haal deze even. Kom op. Als het goed is, is die muur nu veilig. Ik zal even opslaan, want je weet het nooit met mij natuurlijk. Mew. Het gewoon het geluidje van oh, goedgekeurd. Dat is fijn. Altijd fijn om goedgekeurd te worden. Nou, we kunnen nog steeds richting het huis van die goede oude gekke Sokolov. Want daar moet je toch een keer heen, hè. Weet je. We hebben hier voor leuks. Oké, die is geblokkeerd van de andere kant. Kijk, dat zijn interessante dingen, hè. Want dan kun je dus proberen bijvoorbeeld boven te komen. Op deze manier. Oh, dat werkt niet helemaal. Oh, kijk. Dat zijn de goede huisjes. Als een huisje geblokkeerd is van de andere kant, dan weet je daar uit die goede loot halen. Ligt er heel toevallig de boonschouw die we zochten? Of ja hoor, die ligt in dat huisje. Daar kon je op wachten. Nou, ik kan deze sprong proberen te maken, maar ik haal hem waarschijnlijk niet. Als ik een sukkel ben. Oh, cool. Ik heb het wel gehaald. Nou, we zijn in ieder geval binnen. Kijk, zo gaat dat jongens. Zo gaat dat in de wereld van Dishonored. Lekker doodgaan door zure planten die geld bij zich hebben. Want ze moeten natuurlijk ook gewoon dingen kopen. Geld! Kapokken!
Nou, gaan we eens naar beneden of gaan we eens naar boven? Naar beneden is de Bone Charm. De Bone Charm. Waar is die Bone Charm dan? Daar is hij. Oké dan. Oeh, dat was een spannendheid. Een spannendheidje. Eens even kijken. Wat hebben we nog meer voor leuks? Hebben we niks. Oh, kijk, er is hier iemand die is niet zo lekker in zijn vel vandaag. Die is wel lekker uit zijn vel. Oh, misschien moet ik daar wat mee doen. Deze vrouw kan waarschijnlijk redden. Die geeft misschien wel een reward of zo. Ik kan alle ratten persoonlijk doodslaan. Eén voor één, maar kan ook dit lijk misschien neergooien. Dan pakken ze die. Kan u nu weg, mevrouw? Hey, gaat het mee alles goed? Even praten met je hoor, even een praatje doen. Hey, wil je niet praten dan? Ik sla ze wel voor je hoor, als het zo moet. Sterf, rattenvolk! Ze doen mij wel schade, maar ik doe hen meer schade. Kijk, op het moment dat de ratten niet meer met ze heel veel zijn, dan doen ze dat. Ik denk dat die vrouw mij wel redelijk dankbaar mag zijn. Ik heb haar leven best wel gered. Oh, er is nog een korps hier zo, hartstikke leuk. Ben je nou tevreden? Ja, kijk, we hebben er gered. Yay! Oh. Thank you for helping me. I thought it was safe. There were rats. So many rats. Completely infested. Ah. Some folks aren't superstitious, but I swear the rats showed up after a man came through waving around an amulet of some kind. It looked like it was made of bone. Ja, die ligt daar. Like the others who were living here. Ga je naar huis of zo? Oh, die heb je waarschijnlijk niet. Ik kan ook gewoon doodmaken, maar dat is niet zoals ik ben, maar wat, dat is het juist wel. Haar doodmaken is het meest rik van alle opties. Nou, hier is de deur die geblokkeerd was. En we gaan naar buiten. Nu gaan we naar buiten. Ik wil eruit. Ja, moet je gewoon even heel snel op F drukken. En dan gaan we richting het huis van die goede oude Sokolov. Want ja, eigenlijk het tofste zou zijn. Het kutte is, als je hem helemaal gevangen hebt genomen, moet je ook nog helemaal terug naar het begin van het level. Met die man over je arm. Met waarschijnlijk teruggespande guards. Voor mij heeft het 106 levels. Dan denk ik dat is best weinig. Maar ja, als je kijkt hoe lang ik al zoek ben met één level. En dan sla ik nog steeds dingen over in verband met tijd. Ja, dus er ben redelijk wat om zoet aan te zijn. Oké, er zijn wat ratjes hier en daar. Oh, nee, wacht. Dit is verkeerd. Ik stop hiermee. Wacht. Even heel snel. Ik bedacht maar heel snel. Ik kan niet aan de overkant komen hiervan. Oh, ja. Dit wou ik doen, ja. Ik zag al meteen. Ik kan niet door dit hek heen. Dit is te klein voor mij. En hoe je de game kan spelen is ook heel afhankelijk van welke powers je koopt. Als je deze powers niet koopt, kun je dit stukje dus niet doen. Ik ben even in een rat veranderd, ben er onderdoor gegaan. En dan ben je hier. Oh, kijk eens aan, joh. Kijk, en dan kun je hem nog even openen voor toekomstige keren. Misschien valt hij gewoon weer dicht, maar dat weet ik niet zeker. Oh, cool, blijf gewoon staan. Kijk, dat vind ik heel tof. De powers die je koopt, sommige powers zijn echt puur combat. Je hebt bijvoorbeeld een windblast, maar die kan later in de game van mij ook deuren met sloten eruit blazen. Je gaat zeg maar nooit alle powers volledig kunnen upgraden. Je moet echt afwegingen maken. En soms heb je gewoon punten dat je ziet, oh ja, daar heb je die andere power voor nodig die ik niet heb. En dan kun je zeg maar de hele game nog eens spelen om dat stukje bijvoorbeeld weer te halen, weet je wel. Het is heel tof, vind ik. Oh, hier zijn er twee. Twee mannen, lekker een praatje maken over het leven. Wat is dat? Oh, Grayson komt eraan. We gaan even Grayson doodmaken natuurlijk. Natuurlijk, oh nee. Grayson, als je dit huis ingaat, ik maak je dood, man. Eerst even gaan een checkpoint maken natuurlijk, jullie kennen me. Kijk of ik Grayson kan pakken zonder dat ik gezien word van achteren. Ziet er wel goed uit. Grayson! Verdorie, man. Hey, niet tof. En die Sokolov, dit is de man die we gaan ontvoeren. Die kijkt zo boos van, scheikunde. Grayson, nu kom je halen, man. Deze keer, ik dacht even dat ik iets eerder ben weggegaan. Dus deze keer keert hij misschien net niet om. Oeh. En weer terug. Heen en weer, heen en weer. En ik heb een dooie, ik heb een dooie. Ik kan even kijken of er meer dooien te maken zijn. Ik wil sowieso even kijken naar dat rare apparaat daarboven, wat het nou precies inhoudt. Volgens mij kan ik die man niet doodmaken nu. Waar zijn alle anderen sowieso heen? Is hij misschien wat leuks te doen? Nee. Oh kijk, dit is wel een klein weggetje zo. Ja, ik geef wel even zijn. Ik vind dat die power een beetje in de weg zit. Ja, kijk. Daar zit het olievat. Is die man gevangen of zo? Ik denk het. Ik denk dat die man gevangen is genomen. Ja, er zijn twee gevangenen in een elektrische gevangenis. Oké, tof, tof. Dan gaan we die even bevrijden natuurlijk. Hier is deze twee guards. Die staan zo niet vermoedend samen te knuffelen. Hey, poepers! Pof! Nou,
Oh, hij leeft nog, dat is minder. Waar komt dat nou vandaan, hè? Bof. Oh, hop. Oh, hij rende er ook precies op in. Hoppa, dat zijn high overseers, die zijn wat sterker. Dat zie je ook. Hij heeft al 3 pijlen gepakt en hij leeft nog. Oh, echt? Waar komt hij vandaan? Ik zit een beetje heel eng. Zo van, oh, daar ben je. Drop assassination, mislukt, maar het zag er wel niet heel cool uit. Ligt zijn hoofd er nou af? Wat is dat? Oh, een granaatje, dankjewel. Had ik net nodig. Dit zullen waarschijnlijk wel gevangenen zijn. Die zullen wel eens tegen me zeggen van, hey. Ik ga die bevrijden in ieder geval. Krijg je nog iets van een dankjewel of zo? But listen. Oké, die vind ik wel tof. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan in deze missie. Up on what used to be the third floor, you'll see a painting. I used to work there. Behind the painting. Kijk. And the code is 294. Moet ik dat even ergens typen of zo? Dan ga ik dat onthouden. Hier, zet het gewoon in beeld, joh. Kan ik gewoon. 294. Heel klein in de hoek. Nou, maar dit is niet klein in de hoek, geloof me. Dit is groot in de hoek. Hier, hoppakee. Lettertype 10. Schattig. Oh, dat is wel heel klein, zeg. Dat zien jullie niet eens. Hier. Ik ga het groter maken. Dus, dit wordt geregeld. Oh ja. Moet ik wel even kijken waar die fucking kluis is. Hier, 294. Heel klein, heel scufterig in het hoekje. Als ik het nog nodig heb, note to self, de kluis 294. Dus een kapot gebouw. Verdiepingen. Ah, de hidden safe. Hij staat zelfs op de kaart, joh. Top. Nou, dan gaan we even daarheen. En er zit waarschijnlijk wel een heleboel geld in, want er zit geen bone charm of een rune in. Want dat kunnen we al van tevoren vaststellen. Nou is de vraag vooral, hoe kom je hierboven? Wat is dat? Oh, dat... Wat is het? Kan ik het slaan? Die schiet er wel gewoon een keertje op. Nou, dat was zonde van mijn kogel. Ik denk dat die bovenkomen het makkelijkste gaat met Blinky. Zoals dit, ja. En dan zijn we bij de hidden safe. Oh, kijk. Dit is best wel tof, hoor. Oh, nee, die moet er niet af. Oké, okay, tof. 294. 2, 9. 1, 2, 3, 4. Tadaa! Kijk. 200 munten. Ja, ik ben eigenlijk de hele video al heel lovend, oftewel heel positief aan het spreken over deze game. En terecht, ik vind het ook gewoon een hele toffe game. Ik vind, zoals dat met die gevangenen, die vrouw, dat heb ik nog nooit eerder gespeeld. Dat is net gewoon, ik dacht, hé, wat is dit? Mensen die vastzitten. Oh, dat vind ik wel leuk. Even kijken wat we daarmee kunnen doen. Ik neem dus even mee, dan kan ik mensen mee doodmaken. Even kijken. Daar is Sokolov's house, waar we nog steeds niet zijn trouwens. Dat, ja, tempo ligt niet heel hoog bij mij. Daar is een muur waar ik niet langs kan. Oftewel, ik moet waarschijnlijk eventjes of het olievat zien te vinden vanaf hier. Want ik kan die mannen vast doodmaken waarschijnlijk. Oh nee, dat vat gaat zelfs niet door die muur heen. Ik kan echt niks door die muur heen. Dan zullen we plan B moeten gebruiken. Nou, hier moet ik even opteleporteren. Die Blink Power is sowieso, als je deze game ook gaat spelen. Ik raad je aan als eerste de Blink Power te kopen. Want die is echt gewoon de belangrijkste power. Vind ik persoonlijk, hè. Er zijn nog bone charms in de buurt. Daar is een rune. Daar is een bone charm. Ah, daar ben ik al aan voorbij. Jammer. Ik ben in ieder geval voorbij dat ding. Ik kan dat ding weer omkeren, want het leuk is. Maar ik kan ook die man... als het goed is, als je drop assassination doet, neem je trouwens geen fall damage. Dat is wel een fijn iets om te weten, denk ik. Moet je de drop assassination wel maken. Als je gewoon op zijn hoofd springt, breek je misschien zijn nek. Maar even laten zien hoe het werkt. Pof! You dead! Ik wil het niet graag zeggen, maar je zuigt. Het is misschien wat lullig, maar je zuigt. En dan opeens ben je in het huis van de beroemde wetenschapper Sokolov, die ook schildert. Dus waarschijnlijk zijn... even de deur dicht doen, dat valt natuurlijk hartstikke op, hè. Oké, nou, we zijn in ieder geval in het huis, dat is een goede eerste stap. Oh, dit is een lift. Maar er moet waarschijnlijk iets van stroom in ofzo. Oké, laat maar dan. Het is echt jammer dat ik nu geen slaappijlen meer heb. Want ik ben nu in het huis in itself. En dan, ja, dan kan dat niet meer. Wacht hier, dit gaat wel goed. Veel te veel mensen hier ook. Even heel snel een save maken. Oh, dat vind ik niet leuk. Ik ga wel proberen er langs te komen een keer. In plaats van mensen dood te maken. Gewoon een beetje, nee jongens, kunnen hier niet over praten. Ja, dat werkt niet, hè. Optie 3. Blinken. Dat werkt altijd goed. Je kan het beste eigenlijk gewoon het hele level door blinken en geen enkele stap zetten. Oh, dat was... Ik sprong eventjes per ongeluk. Kijk.
Nou, loopt een guard, dat is niet goed. Oh, ik heb nu het alarm omgekeerd, dat willen we natuurlijk niet. Oh, daar is weer zo'n muur, oké. Okay. Ja, dat is niet goed. Als je daar dichtbij komt, dat is geen goed iets. Hier is een dienstmeisje. Nou, die laten we even lekker stikken. Stik erin, slet. Nou. Ja, dat soort geluiden maak ik ook altijd als ik stik. Dat is normaal. Zou me niks verbazen als zometeen ook iemand anders hier even lekker een broodje halen of zo. En dan ziet hij mij in één keer zitten. Hé, wat ben je aan het doen met een dode dienstmeisje? Niets hoor. Oh, er is nog een dood dienstmeisje. Nou, nog niet, maar straks wel. Even kijken, wat is dit? Graag even omdraaien. Wie loopt er langs mijn wall of light? Jodelee. Kijk, die man gaat er langs hoor. Even inspecteren. Nee. Die man gaat dood. En hij weet echt van niets. Oeh. En ik kan mezelf ook hier tonen van. Haha, ik ben het. Rikkes. Ik kan hem ook gewoon laten stikken. En tot nu toe doe ik het lekker in ieder geval. Ik ben binnen in ieder geval. Hij kwam binnen zonder kloppen. Nee. Wat de? Wat heb ik gedaan? Deze vrouw moet in ieder geval stikken. Maakt niet uit of er mensen achter me staan. Oh, nou zo dan. Hop. Patrol! Nou, ik hoop niet dat er nog meer mensen naar me komen zoeken. Dat zou matig zijn. Jongens. Komt er nog iemand aan? Is er nog iemand die mij zonder kleren zou willen zien staan? Hop, hop, hop. Ik ben dood. Ik gooi van de trap af. Oké, daar heeft nog een vriendje meegenomen. Ik wil even gauw de tijd. Kon ik de tijd maar stilzetten, dan was alles veel beter. Dan ging ik achter mijn muurtje staan. Komt u maar! Hij ziet mij er ook doorheen lopen, dus als het goed is, denkt hij, dit is niet helemaal goed. Oh, ja, je probeert het leuk. Eens help je. Wat? Ze hebben een lichaam gevonden hier in de buurt. Even kijken, waar zit die persoon? Daar zo, oké. Okay. Ik ga hem proberen te sneaken gewoon weer. Ik ben alweer redelijk terug in mijn sneak moment, zeg maar. Oké, okay, dit is een Ohio officier, die hebben powers. Waardoor je magic niet kan gebruiken. Die gaan een beetje op de accordeon spelen. Heel irritant zijn die mensen. Die drainen je mana. En dat is heel irritant. Het zijn ook heel moeilijk om naar ze toe te lopen. En ze reflectie bullet als het goed is ook. Hop! Stom overzeer met je accordeon. Nou, de rust is in huis of Sokolov weer grotendeels gerestoord. Ja, weet je, dus geen probleem meer. In ieder geval. Hè? Waar moet ik nu heen dan? Sokolov zal wel ergens boven zitten. Waarom wordt het niet aangegeven in een pijltje van, hé, zoek die pik. Find Sokolov. Wordt het niet even zijn locatie? Gelukkig weet ik deels waar die zit hoor, mensen. Geen zorgen. Oeh, vlinders. Ik ben dol op vlinders. Oeh, noem maar vlinders. Oeh. Als het goed is, zit hij gewoon ergens boven. Dat is een hele goede hint van Rick. Boven. Waar is hij dan? Ja, boven. Oké. Okay. Oftewel, Rick, wat doe je nu momenteel? Ja, naar beneden lopen. Want hij zit boven. Best een groot huis heeft die man. Daar ben ik wel weer een beetje jaloers op. Jaloezie is nooit goed. Behalve als mensen grote huizen hebben, want dan leer je er hard voor werken. Even kijken. Stel, ik was Sokolov. En ik was een hele beroemde wetenschapper. En een of andere pik wilde me dood hebben. Wat was dan mijn plan? Oh, dit ziet er wel leuk uit. Kan net mee. Ja. Tof, even 300 verdiend. Dit ziet er wel gemeen uit. Wat is dit voor wetenschap? Wat heb je gedaan, Sokolov? Nee, ik ga me uitschakelen, joh. Zo doen we dat. Fuck die shit. Hey, wat is dit? Nou, die kan... Ik kan closen, oké. Okay. Heb ik nou een rewire tool gebruikt? Nee, toch? Want ik heb alle stromen uitstaan. Het zou een beetje zonde zijn. Vraag blijft, waar moet ik heen? Hier is een ondergronds iets. Nou, weet je, we moeten omhoog, dus we gaan gewoon nog dieper. Hey, dit ziet er wel leuk uit. Ik zet even mijn power aan. Zijn er nog leuke dingen te vinden hier eigenlijk? Zo'n rune. 30 meter hier vandaan. Even kijken of ik bij die rune kan komen. In principe is de video bijna af, maar ik maak hem gewoon extra lang. Voor mij wordt het een XSO gameplay van 1,5 uur. I don't give a fuck. Ik wil gewoon dit fucking level aan jullie laten zien. Ik vind het hartstikke leuk om te doen, dus waarom zou ik? Oké, daar is wat te doen. Kijk, dat zijn goede tips. Gewoon daarheen. Nee, ik wou blinken eigenlijk. Ik heb wel eens vaak dat ik de verkeerde power gebruik hoor. Dat is niet fijn. Oké, hier kom ik wel op. Kijk eens aan. Dan ga je gewoon... Pardoes daarin. Even opslaan, want het gaat toch alweer verkeerd. Kijk eens aan. Nou, dit vraagt om een drop assassination. Across the nation. Zullen we deze man headshotten? Dan zijn vriend. Bof! Oh, dat was een hele faalende drop assassination.
Nou, ik heb in ieder geval 2 dooien. Dat is meer dan geen dooien. Hier zit nog een leuke machine die ik om kan keren. Ik heb toch 5 van die omkeerapparaatjes, joh. Oh, kijk, een liftje. Oh, wat leuk. Eens even kijken. Waarschijnlijk kan ik dit schilderij hier meenemen. Dat zal fijn zijn. Kan die mee? Nee, jammer. Ik zag net op mijn gaydar, mijn radar voor homo's, heb ik weinig homo's gespot, dus dat is goed. Niet dat ik iets tegen homo's heb hoor, alleen ik bedoel meer, deze mensen zijn niet in de buurt. Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Alleen ik maakte er een grapje bij en het kan misschien weer in het verkeerde keelgat schieten en dat willen we natuurlijk weer net niet. What's this? Waar is mijn rune? Ik wou die rune vinden. 13 meter, dat zijn mijn favoriete runes. Volgens mij is het, zeg maar, het idee is dat we, zeg maar, bij Sokolov zijn nu al, of niet? Wat kun je hiermee doen? Zit er nog wat in? Soms, heel vaak zit in die globe zit vaak geheime compartment met spullen erin. Een map, oké, leuk. Volgens mij zijn we namelijk in het lab van die goede oude Sokolov. Ziet er uit als een lab waar Sokolov zou kunnen werken. Wat is dit nou weer? Dispense empty tank, oké. Hier nog wat walvisolie, lekker leuk. Allemaal mooie tekeningen. Dit is sowieso een vagina, dat zie je meteen. Die Sokolov altijd vagina's aan het tekenen, joh. Zo kinderachtig. Dan ben je wereldberoemdste wetenschapper en dan doe je dan de hele dag vagina's tekenen. Ja, het kan, hè. Ik ga niet zeggen dat het onmogelijk is. Laten we ons super mannelijke vision aanzetten. Om te kijken wat er nou aan het handje is. Voor mij is dat Anton. Hey Anton! How did you get past all the guards? Hij ziet er zo boos uit. It is reminiscent of markings I've studied on cave walls far from the city. Oké. Who sent you? Piero? Piero is een andere wetenschapper. You and I can come to an agreement. One that I'm sure will please you more than anything Piero treats. Oké. Who are you? What is it you want? Money? Elixir against the plague? I don't know how you got past all the defenses, but I think I can assume. Het chillen is dus, hey, wat is dit? Je kunt voor mijzelf helft elixir maken. Mijn royal position. Ik zal even de sleutel pakken in ieder geval. Head of the Academy of Natural Philosophy. Stay back! Have you no heart? Please! Nou Anton, spijt me man. We moeten hem wel levend mee hebben, want we willen ze kennis. Neutralize! Nu heb je dus target neutralize. Maar kun je hem ook niet neutralize, want als je hem dood maakt, dat kan voor mij niet. Maar dat weet ik niet zeker. We hebben nu die sleutel van hem gegrapt, volgens mij. Test subject 312. Oké, er zit hier gewoon een meisje hier gezellig te chillen. Thank you. Jij mag vrij. Jij mag vrij, meisje. Jij wel. Nou, hij heeft allemaal wiepplanten staan hier, zo klopt, even normaal man. Oh. Even kijken hoor, ik kan nog hier nog zelf... even kijken hoor, waar moet dit in? Het kan vast ergens in. Kijk eens aan en dan draaien. Tada! Hey! Dat was slim van mij. Nou, ik denk dat we Anton even mee moeten nemen. Even lekker party met Anton, maar misschien is er nog wat leuks te doen op het dak, weet ik veel. Ik ben ook maar Rick, weet je wel. Waar is die bone charm eigenlijk? Oh, dat is wel ver weg. Dat is een ver weg, een bone charm. Nou, Anton, ik denk dat ik wel weet hoe het zit. We gaan lekker naar huis, man. We gaan lekker naar huis. We gaan de XSO gameplay afsluiten, mijn beste Anton. De slimste manier, denk ik, lijkt me gewoon om echt overal langs te blinken. Met een man op mijn schouders. Oh, kijk. Oh, niks. Ik leg even Anton weg, hoor. Als je het niet erg vindt. Even pauze. Hier. Weet je wat ik met jou doe? Weet je wat gasten zoals jij doet? Eerst sla ik ze. Dan gooi ik ze van gebouwen af. Auw! Ah, ziet er wel pijnlijk uit. Sorry Anton dat je guard hebt vermoord, maar weet je, je hebt ook lekkere billetjes. Die moet ik even lekker vast kunnen houden. Als mensen mij dan lastig vallen, ja, dan word ik lastig. Daar samen we al, dus in principe ben ik er al bijna. If you have the power of blink. Ik kan nog even kijken waar die bone charm is. Ah, kijk, die is daar gewoon, ja, daar kan ik wel even heen. Anton wil vast wel even mee op avontuur. Anton zei al tegen mij, ja Rick, ik vind dat heel tof. Ja, jij hebt altijd van die toffe avonturen, toch? Rick's avonturen. Ja, blijkbaar is hij een gigantisch fan. En terecht, hartstikke leuke serie. 17 meter. Nou, dat vind jij wel leuk, hè, Anton? Of niet soms? Oh, dat leuk! Jammer dat je me gedrogeerd hebt en dat ik bewusteloos ben, maar...
Even kijken, dit ziet er wel goed. Dit ziet er wel veelbelovend uit, of niet? Was ik even bijna dood. Nou, ik denk ik ben wel binnen in ieder geval. Mogen er even geen weepers zijn, want daar ben ik niet zo van gediend, persoonlijk. Even omhoog, met een man op mijn schouders. Wat maakt het ook uit? Ah. Verdomme. Ik moet via de buitenkant komen dus, en ik zie daar plankjes. Oké. Oké, Anton, als jij even hier wacht, dan kom ik zo terug. Is moeilijk, is moeilijk. Even opstaan hier. Gewoon zoals je me kent. Rick, de man die opslaat. Er moet hier ergens iets zijn met planken en... Oh, hé, daar. Ik schiet er even een kogel erin. Oh, dat schiet niet op. Ik wil er wel doorheen komen, zeg maar. Dat is een beetje een probleem. Misschien als ik even een mooie sprong maak. Kapauw! Ik ga het even proberen. Jee, ik ben binnen. En dan ligt hier de Bone Charm voor beloftes. Ik heb eigenlijk het hele Bone Charm menu laten zien. Nou, ik heb er 10 actief momenteel. Komt omdat ik een of andere DLC heb of zo. En toen in één keer was zo van, nee, je mag 10 Bone Charms. Maar heb je er 3 of zo actief. En die geven dan bepaalde powers. Dingetjes zoals een mana potion geeft net iets meer mana. Je wint zwaardgevechten iets sneller. Met locking blades, dat gebeuren. Dat soort dingen zitten er een beetje tussen. En dat zijn best wel fijne dingen vaak hoor. Dus ja, dat wil je eigenlijk wel. Nou is de vraag, hoe kom ik hier beneden? Mijn idee was eerst even opslaan. Als je dat dan niet begreep, dan begrijp je mij nooit. Nou, we zijn hier. Nu zijn we daar. Nu zijn we beneden. Hoe doet hij dit toch? Ik weet niet of guards me nog wilden pakken, weet je wel. Oh, dat zijn best veel guards. Oh, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik even leuk. Even lekker fokken. Of niet soms. Of niet soms. Ja, precies. Wat is mijn plan eigenlijk? Hoe wil ik ze gaan fokken? Ik kan er gewoon een granaatje naar ze gooien, maar... Ik kan ook... een granaat naar ze gooien. Ik heb niet zo heel veel interessante items bij me momenteel. Maar dan heb ik ook spinners. Die zijn vet tof. Let the bomben hit the floor. Let the bomben hit the floor. Let the bomben hit the... POW! Even looten, weet je wel. Oh, dat ziet er vies uit. Kinderen. 18 plus deze gameplay. Oh, lalalala. Rick, kunnen we voor eeuwig vrienden zijn? Ja. Vrienden voor altijd. Vrienden voor altijd. Vrienden voor altijd. Geef me een knuffel. Jij gekke buffel. Hey, hey, hey. What the fuck? Oeh, ik ben het spook van spookachtigheid. Ik heb geen hoofd. Oeh, en oh. Oeh. Oh, nou, kut idee. Sokolofje, lig je lekker te slapen, schat. Dan gooi ik je in een boot. En dan hebben we de missie gehaald, man. En dan kunnen we ook even de eindscore zien. Dat is leuk, joh. Ja, leuk. Je wordt er misschien een beetje verdrietig van. Als je ziet wat mijn eindscore is. Maar dat is verdrietig op een goede manier, hoor. Sowieso. Ja, hier is de boot. Daar ben je. Ik heb hem, hoor. Graag gedaan. Toppie. Hij ligt lekker te slapen nog. Let's get Sokolov back. We can't go yet. Nee, we gaan lekker naar huis. Nou, hostile skill 45, civilian skill 2. Sorry, civilian, alarms rang 2. Overal chaos, normaal heb ik altijd very high. Nu, ik heb 4 van de 5 runes gevonden, dus dat is wel goed speurwerk. En 3 van de 3 bone charms, outsider shrines 1 van de 1. Sokolov paintings 1 van de 1 en de helft van het geld, zo'n beetje een level. Ja, er zit echt heel veel geld in als je goed zoekt. Freed all of Sokolov's test subjects. Save the stranded Roman from rats. Hey, ik heb nog even 2 special actions. Nou, heb je een uur een redelijke blik van mijn favoriete game, Dishonored. Ik zit erover na te denken om hem... Ik heb hem al helemaal gespeeld op mijn kanaal. Maar ik zit erover na te denken om hem nog een keer te doen. En dan serieus een stealth serie te doen. En dan ook even voor het goede einde gaan. De goede acties ondernemen in het spel. Daar zit ik over na te denken. Kijk sowieso de oude serie even op mijn kanaal. Tik gewoon Dishonored in of kijk bij mijn playlisten. Op mijn kanaal en ik heb pas 4 playlists en dan boeie, heb je allemaal de zon. Maar waren er 30 afleveringen of zo. En dan komt dit level ook weer voorbij. En dan zie je dat ik het veel minder tactisch aanpak. Want ik heb nu meer die 100 nog een beetje sneaken. Ja, namelijk gewoon bof, bof, bof. Sokolov naar huis, bad. En in een kwartier had ik dat level gehaald. Nou, zo dus niet vandaag. In ieder geval, hopelijk vond je hem leuk. Geef hem dan even dat ene duimpje ding. Dat is voor de leuke video's. Dat is voor gemaakt. Dus als je het even zou willen geven, dat duimpje. Dat zou ik wel leuk vinden. En dan bedankt voor het kijken van deze video. Tot de volgende XL gameplay. Doei! Doei! Tot de volgende aflevering. Later!